kanaal. Jullie zien het, we zitten weer in Driving Empire. Voor mij is het toch wel eventjes geleden. Voor een van de vorige video's hebben we uiteraard wat hier in de showroom staat. De Audi RS6 Abt was er volgens mij. Avant, sorry. Ik dacht de hele tijd, ik moet Avant zeggen. Maar ik zeg toch Abt, omdat ik denk, ik moet niet aan Abt denken. Omdat dat eigenlijk, ik snap wat ik bedoel. In ieder geval niet Audi RS6 Avant is het in echt. En die hebben ze uiteraard een toegevoegde game. Dit is mijn ultieme droom, het maakt niet uit. Gewoon de Audi RS6 gewoon. Als het mijn Audi RS6 is, geen A6, want dat heb ik ook nog. Maar gewoon, ja, de Audi RS6. En als het Abt en Avant heeft, of ik weet niet of ze gaat, zoveel ken je er ook wel niet van. Maar als het ofwel Avant ofwel Abt is, benzine uiteraard, geen elektrisch. Want ze hebben nu de e-tron versie van Audi RS6 en echt. Maar het moet echt gewoon benzine zijn. Pops en bangs, alles erop en eraan. Dan ben ik er blij mee. Maar daar komen jullie niet voor, want jullie hebben het onderwerp van de titel gezien. Ik heb niet voorbereiding gedaan. Ik heb niet gekeken in de garage van welke zou leuk zijn om te kopen. Ik weet wel tot de limiet, want je zegt ik heb 710.000. Ik wil alles in deze video ook upgraden naar het max. Dat is gewoon sowieso ook wel niet eerst gewoon stap voor stap, want dan ben ik technisch meer geld kwijt als ik gewoon eerst de volgende koop en dan nog eens de volgende en dan pas de duurste. Dat gaan we dus niet doen, natuurlijk nooit, want ik doe altijd, ik wil sowieso de max hebben. En voor mensen die nog niet wisten, wordt het altijd die, of nooit, misschien heb ik nog nooit gezegd. Maar ik kom er gewoon op neer dat ik gewoon alles max wil hebben van deze keer. Dus, en dan ook graag in één video, want dat is hier in mijn kanaal, waar dat ik dan een video van wil maken. En ik zal misschien denken om die te verkopen, omdat, en die ook, die heb ik ook. Gewoon, op het begin dacht ik, koop ze, ziet er ook cool uit, maar deze is nu veranderd. Dat was vroeger de Audi, de GRE, oftewel de Golf. GTI was het eerst, die vond ik best wel cool, maar nu is het gewoon, hebben ze aangepast, wel dezelfde auto's, ze hebben dezelfde auto aangepast, maar nu is het deze gewoon rijk. En die wil ik nu ook, die kost, ziet er wel cool uit, om zelf te proberen nog staat om te spannen. Maar ik weet 150.000 wil ik max, omdat ik geld moet hebben. Ik denk dat ik daarna toekom als ik 150.000 uitgeef. Uiteraard minder mag het, maar max 150.000, echt het limiet. En anders heb ik denk ik niet genoeg geld voor te upgraden. En ik weet ook uiteraard hoe het tot ongeveer gaat zijn, dus daarom zeg ik 150.000, de rest ga ik uitgeven voor te upgraden. In geval of 54, dus we gaan even kijken welke ziet er cool in. Ik heb een Audi R8, dus daar gaan we een andere wachten. Uiteraard moet ik het ook kopen. Er zijn er twee. R8 zei je toch? Twee verschillende. Deze veel goedkoper. En ik heb toch. Hier was hem. Dit is die ik heb. Deze Audi R10 Plus, maar dat is gewoon de R8. Die ziet er wat dikker uit en die kost ook wat dikker. Die kost al meer. Ik had die beter kunnen kopen. GT. Die zit toch wel dik op zich, die had ik beter kunnen kopen, maar ja, dan doen we het wel een keer. Nou, dan had ik geld bespaard eigenlijk. En ik kan ook, ik heb nu een beetje ondervonden, dat is al even, maar ik wist niet dat dat waarvoor het diende. Maar als je zo hier al ziet, een verfbos aan een deur betekent, deze heeft dus niks eigenlijk, maar een deur heeft dat je eigenlijk ook bepaalde, of dat het mogelijk is, misschien is maar één deur, motorkap alleen of zo, maar niet de deur of de kofferbak, of gewoon een deur in ieder geval, of een ding wat je kunt openen van de auto, heeft het dan, en een verfborstel wil zeggen dat er body customizing is, oftewel je kunt de hele, niet de hele auto, hangt er vanaf, je kunt ofwel een paar skirts of zo onderkant, de bumper kun je wat aanpassen, of gewoon een hele bodykit en gewoon heel de auto aanpassen, veranderen, al die dingen zitten dus bij de verfborstel. Dat heb ik dus een beetje onderzocht. En ik heb al een paar keer gezegd, er zijn er twee van, die zou op zich kunnen, dat is de SVR Sport, Range Rover, of die, dat zijn ook dikke auto's, die lijkt me wel leuk om te hebben. Ik heb ooit een VLR gehad, maar die is volgens mij ook uit de game. Even kijken, en er is nog zo een BMW, ook ongeveer dezelfde, ik zal even zoeken. Die is dus deze, 117.000 en... ik ga toch gewoon voor het risico, want ik weet niet precies hoeveel het upgrade kostte. Dus dan gaan we denk ik niet doen. Dus een van de goedkoopste ook best dik vind ik. Dus ik denk dat het een ouder model is, een tijd of zo. Ik weet niet, maar we gaan. Wat verandert? Ik denk dat. Nou, we zullen wel zien. Ik denk
denk dat hier, wacht. Ja, zie dat hier die lijnen. Hier binnen door die lijnen, als ik dat nu zo hoor, dus dan zes hoor, dus die we gewoon rood, there you go. En dan de rest, dat zijn een beetje grijs, en die lijnen is zwart. Zwart is zwart. Wit, is dat een mogelijkheid? Hij is wel sportief, vind ik dus. Ja, dat, ja, doe ik wel. Oké. Maak jij zo snel, ik ga ook gewoon alle auto's even nog wat voor de nieuwe kijkers. Wat ik wil zeggen, alle auto's die ik mooi uit vind, is zo cool. Gewoon wat ik denk, die zou ik in echt ook wel op zich kunnen kopen als ik al het geld van de wereld had. Dat ik dat misschien nog in echt. Van, ja, gewoon auto's die er mooi van uitzien, die wel iets bij me hebben of bij me passen, of gewoon die cool zijn. Die koop ik allemaal in het spel. En als ik dat allemaal heb gekocht, dan komen er minder afleveringen. En met de voertuig uit nieuwe auto's toe, dan gaan we ook weer weg. Dus dan kan ik altijd. En dan kan ik toch altijd gewoon af en toe nog een video maken. Dus de serie gaat waarschijnlijk nooit stoppen. Ze gaan sowieso in de toekomst nog veel meer nieuwe auto's toevoegen. Tenzij de maker dood zijn. En niet meer niks meer toevoegen. Maar ja, het is zo lang. Ik denk wel tot. Of mensen nemen het over. Gewoon als ze gaan sowieso auto's blijven toevoegen. Nog lang. Denk dus. Ja, als ze nieuwe toevoegen, dan komt er weer een aflevering, wel minder. Als ik echt alle auto's die op dat moment spel zijn, als ik die heb gekocht, ja, en eerder dat ik het allemaal heb gedaan en het geld ervoor heb, ja, dan hebben ze waarschijnlijk weer nieuwe auto's toegevoegd. Dus ik denk dat het ook nog stoppen, eerlijk gezegd. Dus het is dan weer een serie dat mogelijk is om heel lang te blijven uitzenden. Maar we nu gaan kijken, wat zou ik op de BMW doen? Nou, rood staat er cool, vind ik. Of wit. Nee, wit is een beetje standaard, maar dat denk ik wel. Nou ja, secondary gaan we die blauw zetten. Of geel misschien. Blauw dan maar, ja. Denk ik wel. Kopen! Maar dan kan ik kopen. Met mijn hele uitleg. Denk ik wel. Oké. Niet vergeten om die andere even te laten zien. Dat die best wel. Dat ik die wel goed heb gepimpt. Vind ik nooit wel nog een bodykit of zo. Ik kan even terug om te kijken. Maar. Ja, even kijken. Of een bodykit of iets voor wat allemaal. Dat is helemaal onderaan. Omdat ik het niet als favoriet heb. Ik vond het niet echt een auto om favorieten te zetten. Ik wil zien. Is toch op zich cool, hè? Een beetje groen, blauw erdoorheen. En die gaat nog best wel harder dan van. Ja, voor deze auto is het wel een goed ding, hoor. Uiteraard. Wij kenden. Alle auto's hebben zwarte velgen. Dus hey, yo. Maar hier komen we nu voor. We gaan nu de BMW's man. Even het geluid heb ik niet gehoord. Ja, ik heb al een keer in de garage zelf op start-up gedaan. En dan heb ik even niet meer op stil als favoriet te zetten. Nu verkeerd. En dus, maar zo hard trek je ook niet op precies. Ja, dat maakt niet uit. Het is gewoon voor het idee dat ik weet. Ik heb alle auto's van het spel aan de toekomst. Dus. Ik denk dat die andere veel sneller gaat. Daarom is het waarschijnlijk zo goedkoop. En, primary. Misschien gaan we gewoon een gekke auto maken. Nee, doen we zo. Let's go. Rims. Paint rims. Ik ga toch wel andere. Oh ja, oké. Okay. Andere velgen erop doen met deze. Dat doe ik normaal niet erg vaak, maar. Ja, mag wel wat kosten, denk ik. Dus. Of wat zijn de gewone velgen? Ja, op zich staat er wel ook bij. Nee, ik laat het wel voor deze keer. Remblokken. Nou, dit was wel. Oké, secundair nog. Beetje fel. Zo. Chrome, heb ik wel, merk. Oh, dat zijn zo een beetje de gloed. Ah, oké.
misschien. Die misschien toch groter bij. En dan gaan we dit uiteraard aanpassen. Doe toch wat een beetje, misschien een beetje minder. Ja, het staat ook wel oké, doe dit. Zoiets, ja, oké. Interieur, laten we daarover kijken. Een paar, een beetje sportachtig, hè. Geel of zo. Ja, kom op. Oké. Okay. Gewoon een beetje gek maken. Een beetje gek in auto. Naar politie is weinig, doen we dat toch op? Nee, dat is veel te mooi om te doen, vind ik. Wraps. Oeh, carbon. Oké, nu op later moeten we even kijken. Hè, want we doen altijd Tom en dan het volgende nummer van hoeveel ouders ik heb. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22. En die heeft er ook één, dus dan Tom 23. Ik heb ook gewoon een bodykit op die gezet van een video van de vorige video. De laatste video die ik voor mij heb opgenomen, dus dat is voor jullie de vorige video van Driving Empire, heb ik die hier erop gezet. Dus, of heb ik die gekocht ook en alles. En ja, Tom 23. Nee, juist staat erop. Normaal moet het dat toch zijn, ja. Oké, zie je lichten. Ja, ik heb toch wel politieauto's of politie met lichten. Dus. Ja, auto's met lichten, politielichten op, dus op zich. Op zich ja, hoeft niet allemaal weer te hebben. Kijk of zo eruit op zich dus. Okay, zo, achteromhaal alles niks. Nu komt dat duurder. Yo, dat die gaat hier wat iets sneller zijn. Die erop. Supercharged. Go. Brakes. Nu gaat het als stoppende trein, denk ik al. Tyres, of tyres, ja, zoiets in de richting, iets in grip, uiteraard. En dan alle daar staat erop, dus ook goed. En boost nog. Nee, go. Nee, go. Dat heb ik nu al zo. Nu gaat hij al wat halen. Oké, okay, we gaan even de kans nemen. En vlammen, kijk waar ze erover liggen. Jong, echt nou. En hier is een hekje zetten, dus nu was het wat we helemaal terug moeten gaan. Of langs daar misschien. Ja, boeien ook. Dus ik hoop in ieder geval deze video leuk vond. Nog iets hier niet te liken, te abonneren, maar ik heb het even niet heb gedaan. En zie je graag bij de volgende video. We hebben best wel een dikke BMW X5 is dat volgens mij. Hebben we gekocht. Ja, mooi zijn autootje. En perfect. Ja, gaat niet hard om racen mee te doen daarmee. Even kijken wat topspeed nog even snel is. Maar gewoon als je deze in het echt hebt als gezin auto, moet je precies maar racen. Maar dan heb je wel een goed ding op me. Even kijken wat is de topspeed. Tachtig, dat is niet hard, nee. En kan ik ook nog parkeren, dat even testen. Zo.
Ja, wel een toegang redelijk, dus. Moeilijker vind ik dan aan de ene kant. Als je echt realistisch wil rijden, is dat veel moeilijker vind ik. Maar jawel, ik ging de video afsluiten. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet nogmaals te liken, te abonneren. Maak een even deze niet gedaan. En ja, dan ga ik even een auto af. Dus het is het gemiddelde wat ik altijd pak. Want deze auto is zo traag waarschijnlijk. Waardoor dat ik nog niet eens 200.000 kwijt ben. En ik heb precies 75.000 aan de auto nu vooruitgegeven. Dus dat is 125.000. Even met de upgrade Marcos. Ja, hangt er ook vanaf als een bodykit is. Dan moet ik naar kijken. Maar uiteindelijk zou ik nog een video gaan opnemen wat in de auto koop. Dan heb ik denk ik de Range Rover. Ik heb waarschijnlijk zin. Dat is een spoiler voor de volgende video. Hangt er vanaf wanneer de volgende video online komt. Maar en dan weet jullie bij deze video al dat de volgende video de Range Rover SVR Sport. Normaal was het toch. Ik heb niet nagekeken. Dus zelfs nog even op de website kijken. Als het de Range Rover SVR Sport is. En ja, en dan zal ik de volgende video wel juist zeggen eigenlijk. Want waarschijnlijk voor de kenners die dat ook hebben nagekeken. Of die kennen weten. En die hebben dat waarschijnlijk ook dan gezien. Of die weten al hoe dat die auto eruit ziet als dat wel is of niet. Of ja, of dat kun je niet altijd zien, want die hebben toch een andere naam. Dus het kan altijd net iets anders zijn. Of ja, sommigen zien dat, weet ik niet. Maar in ieder geval, ja, dan ga je nog steeds nakijken naar de volgende video, zeg ik het normaal gezien juist. Dus bedankt voor het kijken nogmaals. Graag tot de volgende video. Like en abonneer voor meer. En kom nu even in beeld hier. Meer dan 70 tot 80% van de mensen is niet geabonneerd. Bij iedereen, dan klik je niet op het rode knopje. Maak de grijs en dan halen we misschien voor 2023. Dat is nog een halfjaartje wat. Halen we misschien inderdaad de 100 abonnees. Ook waarschijnlijk. Maar als echt iedereen ervan abonneert. En iedereen die ooit op alle video's is gaan kijken van heel mijn kanaal. Weet ik zeker. Als die allemaal abonneren, halen we de 1000 abonnees. En ik hoop voor 2023, ten laatste 2024. Maar dat is dat weer. En als ik dan nog niet zo 1000 abonnees heb, is dat een schande, vind ik. Maar ja, schande. In ieder geval. Bedankt voor jullie. Rijdt tot de volgende. Later. Heel snel. I know. Maar goed, tot de volgende. Joe, later.